Ik ben Gerrit Lahuis uit Sleen. Echte postduivenmelker. En in de mooie provincie Drenthe. Heel klein plaatsje. Ja, ik ben in de duivenspot verzeild geraakt, omdat we vroeger ook duiven thuis hadden. Ik was 6, 7 jaar en toen had mijn vader ook duiven. Maar mijn vader is al vroeg komen te overlijden en toen moest die duiven weg. Het was te duur toen. En, we hadden 7 kinderen nog thuis, dus met mij bij 8. Maar toen ik getrouwd ben later en mijn kinderen waren ouder, in de jaren 14, ben ik toch weer met die duiven begonnen. Ja, die virus die laat je toch nooit weer los. En toen zei ik tegen mevrouw, ik wil toch graag weer postduiven hebben. Nou, zei mevrouw, hoe doe je dat toch? Ik laat nou die jonge duiven even binnen. Dit is mijn grote toekomst. Prachtige jonge duiven uit de kwekers. Ik hoop dat hier wat toppers tussen zitten het komend jaar. En ik denk het wel. Ze komen allemaal uit de lijnen van Social Peace en de Blue Power lijn. Dus ja, er zit heel wat goeds tussen. Deze pijltjes hebben ze ook in die rijstmannen zitten. Nou, daar kunnen ze mooi doorheen drinken. Dus, zo leren ze dat in mijn eigen hok. Dit is mijn hok met weduwnaars. Ik heb ze nou bij elkaar, de dovels en duivinnen. Met een oog op Berlijn. We hebben nog 1 vlucht van Berlijn. En dat gaat om de Oostlijn Cup. 14 dagen geleden was ik 8e en 9e nationaal. Van Frankfurt aan de Oder. Dus ik sta er heel goed voor. Dit is mijn kweekhok. Dus ik heb alle kwekers heb ik apart in boksen zitten. Dus als mensen je jonge duiven van kopen, is 100% zeker uit welk koppel als die jonge duiven komen. En ik heb minder eieren kapot, ze vechten niet onderling. Dus ja, dit bevalt mij hartstikke goed dit. Kijk, elke kweekbox heeft een apart voersilootje. Hier zit Wimoraal zit erin, grit. En met schoonmaken kan zo die lader onderweg trekken en ik maak het schoon. Allemaal op mooie hoogte, dat ik me niet te veel hoef te bukken. Ontzettend hygiënisch hier zo. En elke dag wordt het kweekhok 2 maal per dag met een stofzuiger schoongemaakt. Dit is de beroemde zonshowpiece, waar heel veel nationale overwinnings uitkomen. Waaronder eerste nationaal Blois afdeling 10, eerste NPO Blois, derde internationaal München. Die komen hier allemaal uit. Dit is zuster Amalia. Amalia won Nationaal NPO Ablice in 2006. Ook volle zuster van Blue Power die eerste Nationaal Blois heeft gewonnen. Deze wordt ook verkocht in Jewels of the Sky. Dit is Herbert. Dit is de doffer van zuster Amalia. Dus dit is een kweekkop. Herbert die vloog 8e internationaal München van vorig jaar. Ontzettend zware vlucht met regen, onweer erbij. En zuster Amalia was mijn 3e internationaal München. En deze was 8e nationaal. Het vormt ook toevallig samen een koppel. Fantastisch kweekkop.
van 6 meter. Ik moet vliegen tegen enorme grote concurrentie, waaronder een echte wereldspeler als Gerrit Koeman. Kan ik die mensen ook verslaan. Dus in 2006 is dat ook wel gebleken, met een eerste nationaal Blois van afdeling 10 en een eerste nationaal NPO van Appeliche.